Is moderne slavernij en gedwongen prostitutie. Ieder jaar worden duizenden mensen in ons land slachtoffer van mensenhandel. Maar volgens Gert-Jan Segers horen we daar te weinig over. U zegt, we zijn niet boos genoeg. Ja, vertel. Je zei het in de aankondiging, er zijn tussen 5.000 en 6.000... naar schatting slachtoffers van mensenhandel. En het is een gruwelijk onrecht dat de ene mens het leven van andere mensen overneemt en gewoon doet en laat wat hij wil, alleen maar om er geld mee te verdienen. Dus dat is echt gruwelijk onrecht. Er zijn over 1.000 meldingen per jaar daarvan. Mm-hmm. En als je dan kijkt dat er met een paar honderd politieagenten dat er uiteindelijk tot 200 rechtszaken per jaar leidt met nog minder veroordelingen, ja, dan is het gat tussen 6.000 slachtoffers per jaar en enkele tientallen veroordelingen. Ja, dat gat is veel te groot. En dat heeft echt met prioriteit te maken. Als we het erg genoeg vinden, dan gaan we allemaal op zoek. Waar gebeurt het? Wie zijn het slachtoffer? Hoe kunnen we ze helpen? En dan trekken we daar meer mensen en middelen voor uit. En dat doen we nu niet. Maar ligt het dan alleen bij de politie? Of bij ons als maatschappij? Ook. Het is ook een normalisatie. Het is ook, bijvoorbeeld hier kijk je naar de wallen. Ja, we aanvaarden het als een soort natuurtoestand. Daar staan vrouwen staan uit Roemenië, uit Bulgarije, die vaak uit Roma-gemeenschappen komen, die vaak onder dwang hierheen komen. We halen onze schouders op, we lopen er lachend voorbij. En ja, ik vind het mensonterende taferelen. En wat er achter die ramen gebeurt, dat is nog veel erger. En dan zeggen mensen, als het specifiek over de wallen gaat of over prostitutie, ja, er staan ook mensen vrijwillig. Is dat dan niet zo? Voor een deel. Dus er zullen enkele zijn die inderdaad vrijwillig staan, maar een groot deel niet. Maar dit is dan nog een zichtbaar deel, maar er is nog een veel groter onzichtbaar deel. Mm-hmm. Er is ook digitaal kindermisbruik. Dus ik werk nu voor International Justice Mission. Dat is een organisatie die wereldwijd werkt, ook op de Filipijnen. 1 op de 100 Filipijnse kinderen wordt misbruikt digitaal. Wordt voor digitale seksuele dienstverlening misbruikt. Voor de webcam neergezet. En dat zijn westerse klanten. Ja, dat zie je niet. Dat zie je niet op de wallen. Maar het gebeurt wel. Ja. En dat zijn gruwelijke misstanden. Ja, dus het gaat vaak over sekswerk, maar soms dus ook over ook moderne arbeidsuitbuiting, zeker. Ja, moderne slavernij, zeker. Zou je het kunnen mensen zeggen. Die onder slechte omstandigheden worden gehuisvest, niet worden betaald, eindeloos lang moeten werken. Tot en met gruwelijke vormen van huisslaven. Mensen die gewoon, waar die gewoon misbruikt worden als een huisslaaf. Ook dat vindt plaats. Ook dat vindt plaats in Nederland? Ook dat vindt plaats in Nederland. Dus die strafzaken zijn er. Ik had vorige week officier van justitie nog aan de lijn die over zo'n zaak dan een zwakke begaafd iemand die als een soort huisslaaf werd behandeld. En wat uiteindelijk in ultimo leidt tot een hele milde straf. Een voorwaardelijke straf. Dat je denkt, ja, maar hoe is dat mogelijk? Ja. En dat kan niet anders dan dat teruggaat naar toch een algemeen gevoel van, ach ja, het is er, maar weet je, we vinden andere dingen erger. Herken je dat gevoel, Annemarie? Jij woont in Amsterdam, ja. Dus loopt misschien ook wel eens over de wallen? Ja. Nee, er is veel op. Want ik heb er niks te zoeken. Dus, maar wat ik me nog afvroeg, die meldingen, die 1.000 die dan komen, zijn dat de slachtoffers zelf of is het dan toch ook iemand omgeving. Uit de omgeving? Die? Want dat moeten we natuurlijk veel meer gaan stimuleren. Hè? Ja. Dat de omgeving ook alerter blijft en ook durft om iemand aan te geven. Absoluut. Absoluut. Dus iedereen moet om zich heen kijken. Iedereen moet kijken waar zou het kunnen gebeuren en wat is inderdaad een niet-pluisgevoel. Maar wat een heel groot platform is waar misbruik plaatsvindt, dat zijn de digitale platforms. Ja. En daar is nu een discussie in Europa over. Welke privacy is belangrijker? De privacy van de gebruiker, van de dader of de privacy van kinderen? Want u zegt eigenlijk, soms is het zo dat in Nederland bijvoorbeeld iemand veroordeeld is, maar dan kan iemand in het buitenland gewoon zijn gang gaan. Werkt dat zo? Ja, dus je ziet dat wij over het algemeen terecht privacy belangrijk vinden. Alleen privacy van wie, zou ik zeggen. Nu is het zo dat in even offline, dat als een veroordeelde pedofiel, als die naar Filipijnen afreist, als dat vanuit Australië gebeurt, kan Australië aan de Filipijnen doorgeven, deze man komt er nu aan, hij is veroordeeld, kijk uit. En zij kunnen dan maatregelen nemen. Nederland doet dat niet, vanwege privacywetgeving, vanwege de AVG. Dus wat je doet, is zegt, de privacy van deze man is belangrijker dan het welzijn van die kinderen die hij daar mogelijk gaat misbruiken. Maar ook online. Is nu de discussie, ligt er een verantwoordelijkheid bij de platforms om te scannen op digitaal kindermisbruik? Dat hebben ze altijd gedaan. Dat dreigt nu moeilijker te worden. Dus het aantal meldingen vanuit Europa aan het centrale deel waar al die meldingen komen, van waar dat materiaal wordt gescand en waar vervolgens met dat signaal
vervolging kan worden ingezet. Het aantal meldingen vanuit Europa daalt met bijna 60% dit jaar. We vinden het niet belangrijk genoeg. Nee, dus u zegt het moet meer op de agenda komen. Dat is wel, als je ziet naar al die onderwerpen die nu in Europa ook liggen. Ik kijk even naar links, ook als je het hebt over de oorlog. Er zijn grote thema's die natuurlijk Europees liggen. Hoe zorg je ervoor dat dit ook op de agenda komt? Dit is wetgeving. Dus daarom zit ik hier. Ja. Daarom verheft International Justice Mission zijn stem. Daarom Defense for Children, Terrorism, heel veel andere organisaties die laten hun stem horen. Maar je ziet dat het ook nog steeds te zwakke stemmen zijn. Ja. In een cacofonie waarin we heel veel andere dingen belangrijk vinden. Maar dit is, als wij niet kijken naar mensenhandel, als we niet kijken naar kinderen, als we er niet achteraan gaan, vinden we het niet, zien we het niet en gebeurt het en vallen er duizenden slachtoffers op een gruwelijke manier. En dan had u het ook over arbeidsuitbuiting. Ja. U bent naast de industrie tegen mensenhandel ook werkzaam voor een marktleider in internationaal uitzendwerk. Ook dat bedrijf ligt wel eens onder vuur als het gaat over de omstandigheden waar mensen in moeten werken. Vindt u niet dat dat wringt? Nee, want daar heb ik dezelfde missie. Daar gaat het inderdaad om waardigheid van mensen. Dus ik kijk naar regulering, naar strengere straffen, naar betere handhaving van dat soort omstandigheden. En we moeten veel kritischer kijken naar arbeidsmigratie. En dat is de rol die ik ook heb. We gaan er straks verder over praten.